Net hebben we de brokkiewakker gehad. Prima verlopen. En daar zijn we als organisatie heel blij mee. Ik zag ook een ambulance langs rijden. Was dat voor de loop? Nee, dat was niet voor de loop. Dat was RGD. Er is blijkbaar iets gebeurd in Komowijnen. Alles is prima verlopen. Op een paar kleine krampjes na is alles prima verlopen. Ja. Hoeveel deelnemers had je dit jaar? We hadden ongeveer 5.500. En daarvan was zeg maar 750 hardlopers. En de rest, kinderen waren er 150. En de rest waren dat de wandel- en trimlopers. Alright, go, go, go! Janik Pomba wint de 10K van de Piggy Brokkie Waka. Nummer 2, Lionel Denra. De derde plaats, Shaquille Piquintiel. De nummer 1 bij de dames gaat nu over de finish. Irene Teendal. 50 minuten en 28 seconden. Second place voor Angela Assam from Hong Kong. Op de derde plaats, Eva de Kaluwe. En nummer 1 is Irene Teendal. Welkom hier mensen, finishers van de 5 kilometer, de snelste in deze categorie. Op de derde plaats is geëindigd Chanel Afonsoa. Op de tweede plaats Jose Mbabange. En nummer 1, de allersnelste dame op de 5 kilometer, Eliza Servat. En deze drie dames zijn er wel. Dan wil ik uitnodigen en de snelste man op de 5 kilometer. Op de derde plaats Riverio Simison. Op de tweede plaats Gilberto Alubutu. En op de eerste plaats Leslie Cairo. Er is ook allemaal keer te merken, hè? De top 3 komt weer in Surinaamse handen. Daar zijn we heel blij mee. Vorig jaar was het ook een Surinaamse hand en dit jaar weer. Dus daar zijn we heel blij mee dat de Surinamers in de top zitten. Daar zijn we echt blij mee. Ja. Lukt het nog? Ach, geluk. Yes, dankjewel. Gezond 2020. En mooi. Lukt het nog? Ach, ja hoor. Doet hij voor het eerst mee? Nee, dit is mijn vierde keer. Vanuit Rotterdam komen de brug bedwingen. Kijk eens. Is het gelukt om de brug te bedwingen? Ik heb hem, kijk eens. Ik ben aan het einde, toch? Ik heb hem bedwongen. Hè, toch? Lukt het nog, meneer? Ja hoor. Is het de eerste keer dat hij loopt? Nee hoor, ik al jaren. Ik ben er ieder jaar als een kippen bij. En hoe is het gegaan? Heel goed. Heel goed. Weet je, we hebben afgelopen jaren 1000 gevallen van hart- en vaatziekten gehad. Dat drukt de kosten, gezondheidskosten, hoger. En wij moeten beseffen met z'n allen dat willen we gelukkig worden, dat we moeten letten op onze gezondheid. En dat betekent kilo's ervan af. En hoe gaat het dan nu toe? Het lukt wel. Het lukte wel? Ja, wel. Dus het ging een beetje moeilijk. Nee, het zakken is echt snel. Hoe lang heb jij gelopen? Lang. Vind je dit leuk? Ja. Kom je volgende keer weer? Ja. Lukt het nog? Ja, het lukt aardig. Doen jullie voor het eerst mee? Nee, we hebben de vierde keer al. Vierde keer te meedoen. Ja. Wat is er zo bijzonder aan dan? Het is gewoon een geweldige ervaring. Een happening, hè? Leuke ervaring. Lukt het nog? Het lukt zeker. Zeker weten, meneer. Oké. Doen jullie voor het eerst mee? Nee, niet voor het eerst, nee. De vierde keer. Ja. Voor mij is het de eerste keer. De tweede. De tweede keer. Wat is er zo bijzonder aan dan? Het lopen op zich. Bewegen. Eerste ding dat je in het jaar kan doen, dat op goed, iets goeds lijkt. Lukt het nog? Jawel, het lukt aardig hoor. Is jullie eerste keer? Het is onze eerste keer. Okay. Bijzonder geweest? Ah, zeer bijzonder. Heb je het Assyria-gebouw ook van hieruit gezien? Oh, ik heb
niet opgelet, waar staat het? Even kijken. Hebben jullie het Assyria gebouw ook gezien van hieruit? Ja, splendid, geweldig. Ja, geweldig. Ik heb niet eens opgelet. Ja. Niet eens gekeken naar mijn view. Dat heb ik ook meegemaakt. Het is heel mooi om te kijken, ja. Ja. Ik stond op die top daarnaast en ik dacht eraan van jongen, ik ben nog niet op die top van Assyria gebouw gegaan. Maar van hieruit kan ik het wel zien, dat het moet wel een prachtige view geven. Doet hij voor het eerst mee? Nee, het is de tweede keer. Ja. Waarom bent u voor de tweede keer gekomen dan? Nou, het is, is toch goed voor je gezondheid het lopen? Ja, toch? Ja. Nou, mijn derde keer. Derde keer al? Ja. Dan waarom bent u drie keer gekomen dan? Omdat, volle gabere. Dus ook al leuk met mijn mensen bezig zijn. Een groep, we zijn met een groep, ik heb ze achtergelaten. Hoi. Ik vind het nog steeds even leuk om met al deze mensen vandaag te lopen. Voelt niet anders aan, het is even fijn. En je bent natuurlijk lekker buiten in de natuur en een mooie omgeving, komen wijnen. En het is goed georganiseerd, dus prima. We zijn in Suriname boven. Hey.